Welkom bij deze introductie over de eiwitten, de derde belangrijkste macrovoedingsstof die dat we binnenkrijgen bij onze maaltijd. En zoals ze hier in het boek al aanhaalt, het zijn levensnoodzakelijke moleculen die dat je heel veel gaat terugvinden in. En je moet altijd een aantal voorbeelden kunnen geven van voedingsstoffen waar veel eiwitten in zitten: noten, peulvruchten, maar vooral vlees, vis, gevogelte. Uh, en ook vooral in eieren, bij het eiwit natuurlijk. Melk, daar zit ook wel wat eiwitten bij in, want het is nog lang niet zoveel als in vlees en vis in, uh, in dit geval. Nu, eiwitten hebben een hele reeks van, uh, van, van nutten, van, van dingen die ze doen voor het lichaam. Uh, het is aan u om in te vullen welk dat deze dingen zijn, die functies zijn, op basis van uh, het voorbeeld dat ze hierbij schrijven. Hier bijvoorbeeld, enkel als het lichaam te weinig saccharide en lipiden opneemt, zullen eiwitten gebruikt worden om, om verbrand te worden. Je kan ze dus gaan gebruiken als energiebron. Ik moet wel zeggen dat dit, met andere woorden, betekent dat dat de laatste keuze is, en dat je lichaam enkel eiwitten zal gaan verbranden als het... Uh, doorheen zijn koolhydraten en vetvoorraad begint te geraken. Een ander typisch voorbeeld van wat eiwitten doen: dat zijn immunoglobulinen, antilichamen of antistoffen die vreemde stoffen gaan aanvallen. Uh, dit staat dus als functie voor de verdediging van het, uh, het lichaam. Uh, dit is ook, je zal er waarschijnlijk al wel gehoord hebben met de huidige crisis die had er gaande is, dat er ja ze op zoek gaan naar welke personen hebben nu antilichamen tegen de huidige COVID-pandemie, om na te gaan van ja, wie is er allemaal in contact al geweest daarmee. Het volgende voorbeeldje is eiwitten zoals actine en myosine. zijn componenten van het spierweefsel. Tubuline vormt een belangrijke component van het cytoskelet. Keratine zit in nagels, hoeven, horen, snavels, veren, maar ook in haar en dergelijke bij de mens. Dus dit zijn allemaal voorbeelden van hoe eiwitten bouwstenen zijn voor van alles in, uh, in, in het lichaam. En eigenlijk zou ik er zelfs bij durven schrijven dat dit de belangrijkste functie is, aangezien dat de energiefunctie en de verdediging in principe zijn die eiwitten ook een bouwsteen van je verdedigingseiwit die erbij zitten. Nog een belangrijke functie die dat ze hebben, zijn enzymen die versnellen, vertragen, starten of stoppen chemische reacties. Wat zijn dat dus? Dat is een belangrijke rol die dat ze spelen bij het celmetabolisme. Het omzetten en afbreken van verschillende zaken. Nu, mocht je niet meer weten wat dat een enzyme was, wat is dat? Dat is eigenlijk een biologische katalysator. Een stof die helpt bij reacties, bij chemische reacties wat erbij zit wat is dan nog een laatste voorbeeld van een typische functie hemoglobine staat in voor het vervoer van O2 en CO2 kanaaleiwitten zorgen ervoor dat stoffen zich kunnen verplaatsen in en uit de cel dus deze zijn belangrijk voor het transport van bepaalde stoffen een typische functie van die eiwitten nu, die eiwitten die worden opgebouwd uit kleinere componenten. We hebben dat al gezien in het verleden bij die koolhydraten. Als we gezegd hadden, die zijn opgebouwd uit verschillende monosacchariden bij de koolhydraten. Of bij de vetten, die opgebouwd zijn uit glycerol en drie vetzuren. Waar zijn nu de bouwstenen of de proteïnen uit opgebouwd? Belangrijk woordje hier: aminozuren. Nu, wat herken je daar sowieso al in, in dat woordje aminozuren? Wel, die bestaan enerzijds, en je mag dat er bovenaan bijschrijven, een aminekant. Ik ken met het van die NH2 groep die dat erbij zit. En een carbonzuurkant. De functie de carboxylgroep, de CoOH-groep die dat daarbij zit. Ze geven hier de eenvoudigste voorstelling om dat te kunnen tekenen, maar het is voor de rest van de oefeningen belangrijk dat je zelf weet hoe dat je die kan gaan aaneenzetten. Nu, als we weten dat we moeten één kant moeten hebben als amine en één kant als carbonzuur, dan moeten we dus al starten met twee C-atomen die aan elkaar verbonden zijn. Langs één kant ga je dus hier de stikstof aan vastkoppelen voor die aminekant. Dat is NH2. Op die manier. langs de andere kant krijg je de carbonzuurkant. COOH. Op die manier. Dat wil zeggen dat als ik dit al teken, dat er nog maar twee plaatsen zijn voor iets aan vast te koppelen. Eén van die twee gaat altijd een H-atoom zijn. En het andere deeltje dat er hier aan vast komt te staan is een R-groep. Dat is de restgroep die erbij zit. Die restgroep? Er zijn twintig variaties in. Die twintig variaties, die hoef je niet allemaal van buiten te kennen. Die staan ergens in het boek ook nog wel vermeld. Die twintig aminozuren die er zijn. Maar, dankzij die twintig aminozuren kan je wel zo goed als alles bouwen in het leven dat erbij zit. Nu, hoe komt dat? Wel... Dankzij één kant die een aminekant is en één kant die een carbonzuurkant is, kan je een eiwit eigenlijk oneindig lang aan elkaar blijven vastkoppelen. Dat is hetgeen wat ze hieronder bedoelen met de peptidebinding. De aminegroep van een aminozuur kan reageren met de zuurgroep van een tweede aminozuur, waarbij ook water wordt afgesplitst. Dus we hebben hier opnieuw te maken met een condensatiereactie, die dat de boel aan elkaar gaat zetten. En dat zorgt ervoor dat de CO-kant, de C met de dubbele binding O, van het voordien carbonzuurkant, nu samengevoegd wordt met een aminekant aan de andere kant. Die binding die dat ze hier gaan vormen, dat noemt de peptidebinding. Dus ook de eiwitten hebben een specifieke binding, net zoals dat de koolhydraten de glycosidische binding hadden, Gaan, en de vetten die estergroep hadden, gaan deze aan elkaar gezet worden met wat men noemt de peptidebinding. Nu, als je dat gedaan hebt, wat gebeurt er dan? In principe heb je nog altijd hier één nieuw carbonzuur, dat zich kan vastzetten aan een volgende aminekant van de volgende aminozuur. Dus die keten die kan je eigenlijk oneindig lang aan elkaar blijven zetten. Een typisch systeem waarbij je zo constant een oneindig lang aan een kan zetten van bouwsteentjes, is het principe van Lego. Lego steentjes die passen allemaal op een manier aan elkaar, omdat die altijd gebruik maken van, langs de ene kant het topje en langs de andere kant het gaatje, waar die met elkaar eh, of in elkaar kunnen schuiven. Zo kan je die dus oneindig hoog blijven opstapelen en daar kan je dus ook een waanzinnig grote variatie van structuren mee bouwen. Meer zelfs. In principe in, is er zelfs een heel pretpark gebaseerd, namelijk Legoland, op het feit dat je eender wat kan maken uit Lego-steentjes, omwille van die enorme uh, veelzijdigheid die dat, dat systeem toelaat. Zelfs al bestaan er, als je erover nadenkt, niet echt zo heel erg veel Legosteentjes. En op diezelfde manier zijn die aminozuren, de, tussen aanhalingstekens, Legosteentjes van de natuur. Er zijn er niet echt heel veel verschillende soorten. Er zijn maar een twintigtal blokjes bij aminozuren. Maar als je daar een beetje harder over na gaat denken, zoveel variatie aan Legosteentjes bestaan er eigenlijk of bestaat er eigenlijk ook niet. En toch kan je daarmee vormen wat je wil. Op die manier kan je echt monsterachtig grote constructies maken met die eiwitten. En die zijn heel belangrijk voor het leven dat erbij zit. Als je dat schematisch wilt gaan zien, gaan ze die ketens dus vaak voorstellen met zo verschillende bollen. Um, waar dat ze dan de naam inschrijven van dat uh, aminozuur zelf. Nogmaals, dat staat een klein beetje verder vermeld, welke dat, dat is. Die worden vaak gekort met drie letters, in dit geval Gly en Alla. En je kan dat, dat wil dus zeggen, dit is aminozuur 1 en dit is aminozuur 2. Als je die twee aan elkaar zet, dan krijg je een dipeptide. Die staat uiteraard voor twee keer een peptide dat aan elkaar komt zitten, want je hebt hier twee aminozuren aan elkaar gekoppeld. En daar gaat uiteraard weer H2O afgesplitst worden om dat te doen. Welk type reactie is dit? Wel, dit is opnieuw een condensatiereactie. Waarom is dit een condensatiereactie? Kleinere gehelen worden aan elkaar gezet. Op een groter geheel. En hierbij wordt een kleine molecule water dus afgesplitst. Ah, dat is eigenlijk de definitie die we al een paar keer zijn tegengekomen dat er zo'n watermolecule vrijkomt om dat te doen. Hoe dat de stof is die gevormd gaat worden, gaat afhangen van hoeveel van die aminozuren die je aan elkaar gaat zetten. We zijn zo al tegengekomen een dipeptide. Je kan eventueel ook een tripeptide vormen. Dan heb je drie aminozuren aan elkaar gezet. Een volgende die we gaan bespreken is een oligopeptide. Nu, dat is een, een oligos, is een Grieks woord dat niet echt zo heel goed gekend is, maar oligos is het Grieks voor weinig. Dus als je tussen de 4 en de 10 van die aminozuren aan elkaar zet, dat zou al een heel grote structuur zijn om te tekenen, als structuurformule, maar toch zijn dat maar weinig aminozuren, nou na van wat je daarmee kan doen. Een polypeptide, dan pas begint men te spreken over meerdere van die amines, Aminozuren aan elkaar zitten, dat er echt wel wat veel beginnen worden, dan moet je er al meer dan tien hebben. En je begint pas te spreken over een proteïne of een eiwit als je er meer dan honderd hebt. Dus hoe tellen ze dit hier? Twee voor die peptide, drie aminozuren voor tripeptide. Tussen de vier en de tien aminozuren, dan spreekt men over een oligopeptide. Weinig peptiden dus. Zijn dat er tussen de 11 en de 100, dan spreekt men over een polypeptide. En zijn dat er meer dan 100, dan pas begint dat uh, een eiwit genoemd te worden. Dat zijn dus gigantisch grote structuren. En dat duurt ook wel een tijdje voordat die verzadigd, uh, voordat die verteerd zijn, excuseer. Daarom dat ze heel vaak zeggen dat eiwitten heel goed een verzadigd gevoel geven aan mensen die dat ze eten, omdat dat... Complexe structuren zijn om af te kunnen breken in je lichaam en die je dus lang een, een voldaan gevoel geven na het eten. Tot in het volgende filmpje, waar dat we gaan bekijken hoe dat die complexe structuur tot stand komt en hoe je die, die moet opdelen in een primaire, een secundaire en een tertiaire structuur. Er bestaat zelfs een kwaternaire structuur, maar die wordt in het boek helaas niet vermeld. Maar goed, dit werken we uit in een volgende video. Tot dan!